investeren dat ze er geen winst voor terugkrijgen. Daarom ligt het braak. En de regering doet er geen ene fuck aan. Niks. De regering blijft alleen maar fiscale cadeautjes geven aan de grote multinationals. En wie krijgt de rekening van de crisis? Dat zijn wij. Dat is de 99%. Dat is de gehandicaptenzorg. Dat zijn de docenten. Dat zijn de buschauffeurs. Alles wordt kapot bezuinigd, terwijl de wrijving aan de top doorgaat. En in het hart van het beest, in Wall Street, hebben mensen wekenlang het plein bezet. En eerst werd het doodgezwegen in de media. En toen kwamen de arrestaties, want toen dachten ze, nou dan kunnen we het plein schoonvegen. Zij wonnen de arrestaties. En het is in hun gezicht teruggeëxplodeerd. De vakbeweging heeft zich solidair verklaard. De AFL-CIO, de grootste vakbeweging in Amerika, heeft zich solidair verklaard met de protesten. Dit kunnen we dus gaan volhouden. In 240 steden in Amerika worden nu pleinen bezet.